Kitty, eerste wedstrijd tegen Zuid-Korea. Laten we beginnen bij het begin. Jullie namen uit en toen? Nou, volgens mij lag je er meteen in. En mooie actie van Liedewij en Matla die mooi bij de tweede paal erin tikt. Ja, dit is gewoon supergoed. En we starten scherp, precies wat we moesten doen. En ik denk dat we daar trots op mogen zijn. En iedereen had er gewoon zoveel zin in. En ik denk dat dat vanaf minuut 1 wel echt heel duidelijk was. Ja, dat zag je inderdaad. Na afgelopen tijd hebben jullie ook veel gehamerd op de effectiviteit. Hè? Waar er soms wedstrijden veel kansen, weinig goals. Ja, deze eerste helft is het voorbeeld van pieken op het juiste moment, denk ik. Ja, dat denk ik ook. En het is alleen wel jammer dat je het de tweede helft dan niet meer doet. Maar ik denk dat we heel blij mogen zijn met de eerste helft. En dat we dat goed hebben gedaan. Een goed spel hebben laten zien. Mooi samengespeeld. Mooie goals. En dat is gewoon een goed begin. Ja, en je zegt het al, hè, tweede helft. Het was 7-0 bij rust. Nou ja, dan ga je al 10-10-10 denken. Dat gebeurde niet. Wat hebben jullie in de rust tegen elkaar gezegd? Nou, we hadden gezegd dat we ook nog corners wilden halen. En natuurlijk nog meer goals wilden scoren. En vooral zo door blijven gaan wat we deden. Maar ja, dat hebben we helaas niet gedaan. En ik denk dat dat ook wel zichtbaar was. Maar het is ook wel lastig als je 7-0 voor staat na rust om zo door te gaan. Maar het is wel een puntje wat we zeker naar moeten kijken. Van oké, waarom hebben we dat niet gedaan en dat verbeteren voor de volgende wedstrijden. Ja, die score gaat dan toch in je hoofd zitten dat het niet meer helemaal hoeft, zeg maar. Ja, nou misschien wel. En dat hoort natuurlijk niet. Niet bewust. Bij mij in ieder geval niet bewust. Maar ik denk wel dat het mee heeft gespeeld. En dat moeten we er natuurlijk wel even uithalen. Ja, jullie konden niet wachten om te beginnen. Die eerste wedstrijd is nu geweest. Ja, nu 5 dagen wachten. Ik begreep dat jullie even uit... Ja, jullie gaan even uit de toernooisfeer om ergens anders te trainen. Ja, we gaan volgens mij 2 nachten ergens anders heen. Ik heb geen idee waar we naartoe gaan. Dat is nog een verrassing. Maar we zullen daar trainen en ik denk dat dat ook wel even goed is om er even uit te gaan. Want we hebben net natuurlijk ook al 5 dagen moeten wachten en iedereen had er zoveel zin in. Dus ik denk dat het goed is om er heel even uit te gaan en dan daar te trainen. En dan kan je daarna weer meteen je focus pakken. En het is gewoon een super mooi begin, dus ik denk dat we blij zijn. Ja, dus even ertussenuit inderdaad. En dan ik kan me voorstellen dat je ook niet de andere teams ziet. Dat soort dingen, niet met het toernooi bezig bent, maar met trainen en met jezelf. Ja, gewoon met elkaar, met het team. En gewoon weer voorbereiden op de volgende wedstrijd. En dan is het inderdaad lekker als je even weg bent van de andere teams. En dat je dicht bij elkaar kan blijven. Ook al duurt het nog even, alvast even vooruitblikken op die volgende wedstrijd. Dat is China. Ja, wordt dat een vergelijkbare wedstrijd met dit? Nou, dat denk ik niet. China speelt wel net iets anders. Wat ik niet had verwacht is dat Korea heel aanvallend speelde de eerste helft. En de tweede helft meer gingen zakken. En ik denk dat China dat ook gaat doen. En de oefenwedstrijden en de wedstrijden in Breda hebben ze best aanvallend hockey laten zien. Maar ik verwacht dat ze vrijdag ook meer de pot dicht zullen houden. En dat het net een beetje de tweede helft van vandaag, dat we dat vrijdag gaan zien van China. Dus dat wordt een heel ander wedstrijdje. Lastiger voor jullie, kan ik me voorstellen. Ja, de ruimtes worden kleiner. Waardoor het nog belangrijker wordt om het veld groot te houden met elkaar. En baltempo hoog te houden. En dan kan het een mooie wedstrijd worden.